Welkom bij weer een nieuwe NEC-update. The day after, zo moeten we het misschien maar eventjes noemen, na het heftige incident gisteravond met Bas Dost. Ja, het staat voor velen nog allemaal op het netvlies wat daar gebeurd is. Heftig voor de mensen in het stadion, heftig voor de staf, heftig voor de spelers, heftig voor iedereen die zat te kijken en natuurlijk ook voor de familie. En dan kom je vanochtend bij elkaar, dan wil je het daar misschien eventjes over hebben. Misschien heb je dat in de busreis terug naar huis al eventjes gedaan. Alhoewel, ik heb begrepen dat die vrij rustig en stil is verlopen. Nou, vanochtend zijn ze even bij elkaar geweest. Hebben ze er eventjes over gesproken voordat ze het trainingsveld opgingen. Waar dan een lichte training werd afgewerkt. En dat is in dit geval misschien maar eventjes fijn. Kun je zinnen ergens anders opzetten. Wat footvolley. Ja, daar waren natuurlijk ook wel wat supporters op afgekomen. En zo hebben zij deze maandag dan maar even... eventjes beleefd met elkaar en vooral ontspannen getraind. Koki Okawa trainde nog eventjes apart, zoals we hier zien. Deed voor de rest nog niet mee. Maar ja, iedereen is dan bezig met Bas Dost. Nou, die is vandaag ook weer met een eigen update gekomen. Hij ligt nog steeds in het ziekenhuis. Zal de komende dagen daar ook nog verblijven om te onderzoeken wat hem nou eigenlijk is overkomen. Wat er nu gebeurd is, dat is nog steeds niet duidelijk. Dat moeten de komende dagen dan gaan uitwijzen. Dat heeft NEC ook laten weten. NEC wil voor de rest niet reageren. Ook Rogier Meijer wil even niet reageren op camera. Wil het eventjes zo laten. Misschien ook wel natuurlijk begrijpelijk. Nou, het laatste nieuws allemaal over NEC lees je natuurlijk op mijn Twitter. Of op mijn, X-account tegenwoordig en Instagram. En ook op TikTok staan er nog wat video's. En wij zenden deze week nog een paar keer richting die bekerwedstrijd van donderdag. Want ja, er wordt gewoon donderdag gevoetbald. Hoe het nu ook is. En dat gaat gewoon allemaal door. Dus de selectie zou toch de ogen op die wedstrijd moeten zetten. En dat zie je in de volgende update weer. Graag tot dan.